Goed nieuws. Recent hebben testaankoop en de Amerikaanse printerproducent HP een akkoord kunnen sluiten. Consumenten die bepaalde types van HP-printers in bezit hadden tussen 1 september 2016 en 17 november 2020, die kunnen in aanmerking komen om een compensatie te krijgen. Door software-updates die HP uitstuurde, lukte het voor consumenten niet meer om prints te maken met inkpatronen van de witte producten of van derde merken, maar waren ze gebonden aan de inkpatronen van het HP-merk zelf. Consumenten waren daar op voorhand eigenlijk niet over geïnformeerd geweest, hadden die inkpatronen van die derde merken gekocht, die ze niet konden gebruiken en hebben dus financieel verlies geleden. Het bedrag van de vergoeding hangt er een beetje van af. Dat gaat van 20 over 35 tot 50 euro, afhankelijk van het type printer dat je in bezit hebt of had. En dit tussen de periode 1 september 2016, 17 november 2020. Bovenop die forfaitaire compensatie kan je nog aanspraak maken op een extra schadevergoeding van maximaal 45 euro, als je ook extra financieel verlies kan aantonen. Om een schadevergoeding te krijgen moet je gewoon het formulier invullen zoals dat op onze website staat. Je moet allerlei gegevens achterlaten en vooral ook het bewijs van bezit leveren van de printer. Dat kan door een aankoopbonnetje, een factuur of eventueel een printer status report. Je hebt tot 6 maart 2023 om het formulier in te vullen en al je gegevens achter te laten. En vanaf april zullen wij starten met de uitbetalingen van de schadevergoeding.